Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. We zitten hier gezellig samen, om dat ook samen te brengen. Ik ga eerst en vooral misschien al de presentatie online zetten en kan Tessie verder het woord nemen. Perfect. Share screen. Zo, perfect. En dan gaan we deze ook even vanaf. Dit zien jullie allemaal? Yes. Oké, perfect. We dachten dat het wel interessant was om eigenlijk onszelf wat voor te stellen en ook echt wel te vertellen van van waaruit komt die interesse en die drive eigenlijk om iets rond inclusie en diversiteit te doen. Vanuit ons persoonlijk en dan ook natuurlijk gerelateerd aan het bedrijf zelf. Dus, voor mij is dat eigenlijk gestart, dat verhaal. En ik denk dat iedereen zijn verhaal zo wel heeft. Ik ging met mijn ouders vaak naar Zuid-Afrika. En daar werd je ook heel hard geconfronteerd met het feit dat niet iedereen het even goed heeft als ons. Ik heb daar een foto toegevoegd van iemand die dat we een snoep geven. Die dat ook nog nooit zoiets gezien of gekregen had. En daar tegenover staat dan een heel Barbie-kasteel krijgen op Sinterklaas. Dat is vrij confronterend en dan idealistisch waarschijnlijk, maar ik ging rechten studeren en ik ging een schooltje oprichten. Ik ben dan uiteindelijk in de operations terechtgekomen, in de warehousing, waar dat ik die link eigenlijk kwijt ben geraakt voor een stukje, maar ook wel teruggevonden heb, doordat ik in een bedrijf terechtgekomen ben waar dat ik echt het gevoel had dat die inclusie was. Dus ik heb daar een foto toegevoegd van een collega van mij op zijn sokken. Wat voor mij eigenlijk echt aantoonde van die werkt hier op zijn sokken. Die voelt hem hier ongelooflijk thuis. Dat is een beetje de achtergrond. Wij zijn nu ook gestart met BDO om onze strategie te hernieuwen. En ik mag sinds januari ook als Inclusive Diversity Manager daaraan meewerken. Voilà. En daarvoor, om onze strategie uit te werken... zijn wij ook wel gestart om zelf een beetje te proberen leren van inclusive diversity, wat betekent dat nu voor ons? We hebben heel wat seminaries gevolgd, veel gesprekken gehad. Maar dat was heel moeilijk om dat dan uiteindelijk heel concreet te maken. Het is misschien ook herkenbaar voor mensen die er vandaag bij zijn, maar het is een heel fluffy concept vaak. Om het dan ook te goed te brengen in praktijk, hebben wij heel veel chance gehad om Joep op tegen te komen en daar ondersteuning van te krijgen. Dus... Khadija. Dank je wel. Inderdaad, ik ben Khadija van YouPop. Je ziet dat daar ook in het midden van mijn vision board en met mijn foto's staan. Dat is voor mij ook wel echt de kern van wie ik ben. Het brengt ook alle belangrijke delen van mijn persoonlijkheid naar samen. En het omvat ook wat ik echt wil betekenen op aarde. Dat klinkt heel, heel, heel hoog, maar daar doe je het ook een stukje voor, de purpose. En dat is ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, zich goed kan voelen, talenten naar boven kunnen halen en echt een plek te kunnen vinden waar dat je erbij hoort, altijd erbij hoort. En dat was voor mij ook wel een zoektocht van wie ben ik en hoe zie ik dat en waar ik naartoe. En ik heb zelf ook heel veel andere dingen gedaan hiernaast. Ik heb een stukje gefreelanced hiervoor en een dienst gewerkt hiervoor. Maar voor mij een grote... op een manier om mezelf echt te ontdekken en echt te weten wie ik ben en wat ik wil, was echt reizen. En dat is mijn eerste foto, links, van boven, voilà. Waar ik in een klein dorpje in Indonesië echt gewoon met jongeren bezig was om hun wereld te begrijpen en hun referentiekader. En ik kom dan vanuit mijn comfortabele zetel in België naar eigenlijk hun vloer, wat hun zetel is, om maar te begrijpen dat zij in het leven staan en hoe anders dat staat. En als ik daar nu ook nog even over nadenk, is dat eigenlijk een stukje magisch in zekere zin, omdat iedereen zo anders is. Wij zijn hier vandaag dag, bij iemand anders is het nacht. Dus er zitten zoveel mooie dingen waar we echt uit kunnen leren, waar we veel energie uit kunnen halen. En dan vind ik het jammer om dat op een negatieve manier aan te pakken, dus dat we daar ook wel op een positieve manier kunnen omgaan met diversiteit en inclusie. Dat is het voor mij ook wel een stukje daarin.
Maar daarnaast ben ik ook mama. Je ziet mijn dochter haar eerste bord spaghetti eten. Dat was heel, heel gezellig en heel vuil natuurlijk, maar dat hoort daar ook wel een stukje bij. Mijn dochter is 1 jaar geworden vorig jaar. En ik ben daar heel trots op. Samen met mijn echtgenoot is dat onze eerste baby. Mijn echtgenoot zie je daaronder. En we zijn ongeveer 5 jaartjes getrouwd. En dat is voor mij ook wel een stukje de rotsende branding. We hebben een heel onconventioneel levensstijl, hè, op alle vlakken. We doen de dingen op onze manier en ik ben dan degene die de carrière maakt en hij is dan meer degene die thuis zit bijvoorbeeld. We doen het echt op onze manier, dus voilà. En dat vond ik ook wel belangrijk om te zeggen wie ik ben, dus een stukje wie hij is. En dan helemaal onderaan zie je mij ook nog eens het microfoon vastpakken, want het zijn dingen die ik ook heel graag doe. Ik kreeg de opmerking van mijn leerkracht in het secundair, mijn eerste jaar secundair, dat ik een sprekende waterval was. Bij wijze van, ze blijft maar praten en daar komt er van alles uit. Dus ik dacht, ik gebruik het ten goede. En af en toe modereer ik en host ik evenementen voor een Markant VZW of een TEDx bijvoorbeeld, om het woord dan op een andere manier te nemen. En dat komt er dan ook wel een beetje bij. Dat is wel een uitgebreide versie van wie we zijn. Maar het beste belangrijker, want we zijn mensen met mensen. Hè. Dat is eigenlijk een bedrijf. Hè. Dat is diversiteit en inclusie ook. Dus met elkaar kunnen omgaan en heel veel mensen bij elkaar. En we gaan het nu wat concreter maken. Ja. Dus ja, we hopen... Ja. We hopen jullie te inspireren. Hè. Dus op basis van hoe dat wij inclusie en diversiteit uiteindelijk in zijn algemeenheid kunnen zien, maar ook hoe het dan specifiek bijvoorbeeld voor een bedrijf zoals PDO wordt aangepakt. Dat biedt hopelijk wat inzichten en wat best practices die jullie kunnen meenemen. Dus we gaan het hebben over de what, de why en de how. En dan is er ook nog een moment voor vragen. Ja, voilà. En we doen het ook samen, omdat het is ook belangrijk. Tessie gaat vanuit het bed van BDO daarover praten. Mijn rol is meer vanuit een expertenrol. Hè. Wij zijn daar ook een sparringspartner in. Ja. Wij bieden daar ook wel die ondersteuning in. Dus daar zal ik wel meer kunnen aanvullen rondom bepaalde uitdagingen of strategieën of wat dat ook. Dus... ja, dan weet je ook ineens van waar dat de verschillende elementen kunnen komen. Dus jullie kunnen gewoon deze barcode scannen via gsm of de link staat in de chat, denk ik. Ja. Maar wat betekent inclusieve diversiteit voor jullie? En daar is geen juist of fout, hè? Dus... dat is altijd. We zijn hier aan het leren. ADM is ook een lerend netwerk. We leren van elkaar. Dus kom maar op met wat dat jij denkt. Het is ook helemaal anoniem. Dus dat is ook altijd heel tof. En dan gaan we straks de resultaten nog tonen. Dus we geven nog een minuutje of twee. Oké, we zien al de eerste resultaten binnenkomen. We gaan dat even switchen, ja. We gaan dat ook even delen. Dan weten jullie dat ook. Ja. Gewoon aan deze. Ja, doe maar. Dan stop ik wel even. Dus mijn collega Tessie gaat even overnemen. Voilà, en dan zien jullie de antwoorden. Kijk. Ik zie het woordje samen al 2 keer naar voren komen. Anders zie ik ook al maken. Ja. Dat is ook altijd. Gender neutral. Iedereen kansen geven. Ja. Maar dat blijft maar komen, hè. Ik denk dat we hier alles voor kunnen krijgen. Dat we een hele sessie eraan kunnen spenderen, wat dat betekent. Anders zijn en daarvoor gewaardeerd, dat vind ik ook een hele mooie. Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk dat al die verschillende antwoorden zelf al geven aan goed dat we het allemaal wel al dat kunnen zien. En
dat we toch anders daarover denken, maar toch hetzelfde daarover denken. Hè? Die openheid dat we iedereen in samen kunnen zijn, iedereen verschillend, maar toch die gelijkheid. Anders zijn, maar toch samen, anders zijn en gewaardeerd worden. En ik denk dat dat echt allemaal in lijn ligt met wat die inclusive diversity ook wil zeggen en wil betekenen. Hè? Als ik daar vanuit mijn expertenbril op inzoom, ik krijg vaak de vraag van, ja, hoe zetten jullie inclusie en diversiteit bij elkaar? En dan, hoe is dat dan één woord? Ja, dat is inderdaad één woord. Ja, dat is inderdaad een ander begrip. Dat is ook weer een andere bril die wij dan op gaan zetten. Omdat in inclusive diversity gaan wij dingen doen met z'n allen. Gaan wij acties ondernemen die er goed zijn voor iedereen. En dat is het stukje van, we gaan allemaal anders zijn en we weten dat we anders zijn, maar in het anders zijn gaan we samen zijn. En dat wil zeggen dat we elkaar vooruit gaan kunnen helpen en dat we eens een actie gaan kunnen doen voor een specifieke persoon of individu, maar dat we als we het doen voor een specifieke persoon of individu, doen we dat ook voor ons en doen we dat voor ons allemaal. Dus inclusive diversity vertrekt vanuit het feit van, kijk, we zijn divers, hè, en omdat wij divers zijn, gaan we daar allemaal heel inclusief mee om. We gaan het allemaal samen doen. En dat wil ook zeggen dat dat de manier is waar wij acties op gaan intekenen. Waar we programma's op gaan uitwerken. Waar we ook gewoon het gesprek rondom wat betekent dat nu inclusie en diversiteit gaan kunnen vormgeven. En wij vertrekken vanuit, oké, hoe kunnen we het doen voor iedereen samen? En dan geven we ruimte aan onze partners om dat ook intern vast te pakken. En te gaan kijken naar, wat betekent dat nu specifiek voor ons? Hoe zien wij dat intern? Want dat is ook heel belangrijk, dat jullie allen op dezelfde golflengte daaromtrend zijn. En dat is een oefening dat BDO ook gedaan wordt. En waar Tessie meer over kan vertellen, van hoe zien zij inclusive diversity intern. Daarvoor is het misschien wel heel fijn, ook voor jullie, om terug te sharen. En dan kunnen jullie helemaal mee. Voilà. Dit. Ja, dus we zijn als BDO echt ook, we hebben vrij veel tijd gespendeerd om na te denken, wat wil dat nu voor ons zeggen, hè? Inclusive diversity, want zoals Khadija zegt, ja, er zijn superveel definities en het gaat heel breed, maar de bedoeling is ook wel om daar door een bepaalde lens te kijken, een definitie te geven die werkt voor het bedrijf, die werkt voor jullie. Ja. Dat hebben wij ook heel sterk aangevoeld. En we hebben het uiteindelijk op deze manier neergezet. Hè? Dat we zeggen van, oké, diversity is iets dat we moeten waarderen. Het kwam er juist ook terug. Hè? In our difference lies our treasure, zegt onze CEO dan wel. En dat zit hem in visibele kenmerken en niet-visibele kenmerken. Dus dat gaat heel breed en dat kan ook gecombineerd gebeuren. Hè? Die intersectionaliteit waar dat gisteren Petra de Sutter ook over sprak. Maar het zit hem niet enkel op vrouw, man, jong, oud, maar het gaat over zoveel meer als dat. En als we die verschillende perspectieven echt kunnen waarderen en die verschillende talenten, dan zijn we eigenlijk bezig met inclusie. En inclusie hebben wij dan scherper gesteld door te zeggen, oké, wij willen een bedrijf zijn waar dat iedereen zich welkom voelt, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. En ook als er iets wordt verteld, dat die gehoord worden. En zo willen we dan uiteindelijk een zekere sense of belonging creëren binnen BDO. Dat is hoe dat wij inclusive diversity scherp gesteld hebben voor BDO. Ja. Nu, een belangrijke dat wij hier ook bij vonden is, ja, wat zijn wat die drivers om die verandering aan te gaan? Dat heeft net gezegd, ja, we hebben die oefening intern moeten doen, maar vooraleer dat die oefening daar komt, is het nog een stukje van, ja, waarom doen wij die oefening? Hè? Wat speelt er zich af? En wat wij ook heel vaak merken, is dat er verschillende drivers voor change zijn. En dat ook daar de war on talent, waar wij nu bijvoorbeeld een hele grote opmars in zien, ja, als wij als bedrijf een diverse werkplaats kunnen zijn, als wij als bedrijf een inclusieve werkplaats kunnen zijn, waar een sense of belonging kunnen creëren, ja, dan heb je al een stapje voor op die war on talent. Want wat zeg je eigenlijk al tegen de Generation Z die op komst is, tegen de millennials die er zijn, van kijk, wij waarderen hoe dat je je voelt. We want to make you feel valued. We want to make you feel heard. Je mag jezelf zijn, visibel en non-visibel. Dus dat is een werkplek waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Hè? We hebben vorige week of twee weken geleden was er nog een onderzoek van Mensura die zei, ja, heel weinig
Mensen kunnen de werkdruk bespreekbaar maken op het werk. Ja, als je een inclusieve werkplek hebt en je voelt dat je daarbij hoort en daar is een open communicatie en je kan die dingen bespreekbaar maken, dan weet ik ook wel waar ik sneller voor ga solliciteren en waar ik dan minder snel voor ga solliciteren. Dus dat is een hele belangrijke om te weten van, ja, dan ga je daar ook in capteren. Dan maakt het heel concreet, maakt het ook heel duidelijk voor bedrijven om daar echt werk van te maken. Societal change heb ik ook al net aangekaart. Er zijn heel veel veranderingen aan het gebeuren. Je hebt enerzijds ja, generaties hè, die anders in elkaar zitten. Je hebt ook, ik zit hier in het Antwerpse, hè, 1 op 3 jongeren heeft migratieroet. Ja, dat is een verandering. Bedrijven, staan jullie daar klaar voor? Ja of nee? En als je daar vandaag nog niet in geïnvesteert, kan het misschien wel eens te laat zijn om daar overmorgen al pas mee te beginnen. Want het begint vandaag om die verandering intern ook door te voeren, om klaar te zijn wanneer dat die jongeren ook op de arbeidsmarkt komen. Wat we ook heel vaak ook doen, hè, waarom investeren in diversiteit en inclusie? Ja, daar is gewoon een duidelijke business case ook. De voordelen zijn ook heel duidelijk. Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. We komen daar ze niet ook wel even een stukje op terug. En dat is ook een hele belangrijke om mee te nemen. Tegelijkertijd, ja, we hebben het over sustainability. Hè. We hebben het over ja, toch nog ook een stukje de aarde waar wij op leven, om daar ook voor te zorgen. En dat start ook wel met zorgen voor de mensen, zorgen voor elkaar. En de manier waarop wij dingen gedaan hebben in het verleden, is niet de manier waarop we dingen kunnen doen in de toekomst. Dus ook daar is dat een driver voor verandering, waar bedrijven meer en meer bij stilstaan. Om ook te zeggen van, ah ja, maar wij kunnen het een niet doen zonder het ander. Het kan moeilijk sustainable zijn als je niet inclusief bent. Dat lijkt me een hele lastige. Ik wil daar gerust nog dieper op ingaan. Maar ik denk dat daar zeker wel de 4 drivers naar boven komen, waar heel veel bedrijven mee inzetten. En waarom ik dat belangrijk vind om dat mee te delen, we hebben daar ook eens over gebabbeld, is ja, waarschijnlijk zitten jullie ook in organisaties of bedrijven die daar al mee bezig zijn. Waar dit een mooi argument nog kan zijn om te zeggen van, hey, dit zijn eigenlijk de oplossingen die wij, of de uitdagingen die wij aan het vastpakken zijn om daar oplossingen voor te bieden. En aan de andere kant, ja, je ziet de markt ook veranderen. Er zijn bedrijven die er effectief mee bezig zijn. Je ziet ook consumenten die het ook gewoon niet meer aannemen om te zeggen van wij zetten in op dit of wij zetten in op dat als misschien wel zo'n stukje promo of marketing of wat dan ook, maar zonder echt krachtige daden daaraan te doen. Dus dat wordt een belangrijke. Petra de Sutter zei het gisteren ook, ja, ouderschapsverlof wordt ook wel anders bekeken. Er wordt een andere manier waar we daarmee moeten omgaan voor mannen en voor vrouwen. Maar ja, meer dan dat, als we het hebben over sustainability movements, we hebben de mystery calls ook. Dat zijn allemaal aspecten die gaan meespelen. En die Generation Z had ik er net ook al aangekaart. Ik denk, als je het voor iemand doet, dan doe het voor hun. En doe het zeker voor jezelf, want dat is eigenlijk ook wel de nieuwe arbeidsmarkt de toekomst. En hoe ga je hen dan meenemen, samen met, en dat vind ik ook een hele belangrijke, mensen van andere generaties die nog altijd daar zitten, die al jaren ervaring hebben en het ook kunnen meebrengen op de werkvloer. Dus hoe ga je die aspecten dan combineren? Als je een werkvloer gaat kunnen creëren die er is voor iedereen, waar communicatie helemaal van boven staat, waar dat er dingen kunnen besproken worden, waar de dingen kunnen vastgepakt worden, dat wordt des te belangrijker als werkgever om het verschil te maken. Ja. Nog iets aan toe te voegen, Tessie? Ik denk dat dat heel veel is. Ja, oké. Voilà. Nu, bij BDO, we maken het graag heel concreet en dus gebruiken graag cijfers. Dus zo zijn wij ook omgegaan met de business case van Inclusive Diversity. Dus wij zijn ook gaan kijken van oké, diversiteit, value and diversity, wat brengt dat nu juist? En die inclusie creëren en een sense of belonging. Dus als we gaan kijken naar ja, die diversiteit, die collectieve intelligentie vergroten, ja, dan heeft McKinsey daar ook wel wat onderzoek rond gedaan. En dan gaat dat voornamelijk over ja, vanuit die verschillende talenten, die verschillende perspectieven die dat daar liggen, kun je als team beter performen. Kun je ook innovatiever zijn, net door die verschillende aspecten samen te brengen. Je kunt ook matchen aan de diversiteit waar dat je klanten ook mee te maken hebben. En je kunt een sterkere decision making maken, hè, minder risico's, zodat je ook die verschillende perspectieven bij elkaar brengt en daar rond kunt nadenken. En dan een bedrijf die een divers leadership heeft, daar wordt dan aangetoond dat ze 36% beter dan hun concurrenten performen financieel. Dus dat is ook heel sterk. Nu,
Een ander aspect is dan die inclusie, en dat is misschien BDO-specifiek voor een stukje wel, maar daar zien wij dat wij die, als wij die connectie tussen mensen nog sterker kunnen brengen, dat wij ook echt cross-selling opportunities veel meer hebben. En ook onze value propositions voor onze klanten sterker maken. Een voorbeeld daarvan is mijn digital collega's gecombineerd met accounting experten. Ja, die kunnen heel goede projecten afleveren, software implementaties. Ja. Maar dan financiële software implementeren. Je hebt de businesskennis en je hebt de digitale skills. Dus van daaruit kunnen wij ook gewoon betere dingen doen naar onze klanten toe. En door een sense of belonging te creëren, het feit dat iedereen zichzelf kan zijn, creëert je ook engagement. En engagement wil zeggen dat mensen tot een volledig potentieel kunnen komen, want ze krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en ze zullen dan ook wel een extra mile gaan voor het bedrijf. Minder health issues wordt aangetoond door McKinsey. Een hogere retentie en ja, in de war for talent, ik denk dat dat er juist ook al besproken is, zien wij ook die toegevoegde waarde. Absoluut. En ik denk dat dat een hele belangrijke hier, wat Tessie zegt, is: maak het concreet voor jullie zelf ook. Hè? Wat, vanuit jullie definitie, waar leidt dat dan toe en wat zijn dan de voordelen die daaruit komen? Hè? Die cross-selling is misschien niet heel typisch BDO, maar voor hetzelfde geld betekent dat iets anders voor jullie organisatie. En hoe duidelijker dat je dat kan maken, hoe meer dat je de toegevoegde waarde ook ziet van wat betekent dat? Hè? Dat het niet meer een luchtledig aspect is, maar dat het een concrete businessverhaal wordt. En dat doen we toch het liefst, denk ik. Ja. Allee, voor ons dan. Oh. Nu, er zijn soms wel uitdagingen. Hè? En daar hebben we dan ook al een stukje gezien. Het verhaal dat we samen creëren. Maar ik zie dat ook bij andere organisaties. Dat er soms wel wat werk voor nodig is. Dat is wat ik eigenlijk een uitdaging noem. Daar gaan we even moeten bij stilstaan. Gaan we even moeten bekijken hoe gaan we dat aanpakken. En dan gaan we concreet zijn. Hè? We houden dingen vast. We gaan het concreet maken. Maar om het toch te benoemen naar jullie toe en om het toch echt wel wat kopstokken voor mee te geven, merken we dat een stukje unconscious bias een belangrijke is. Enerzijds het gewoon accepteren dat we allemaal een stukje bias hebben, want ja, wat betekent dat, een unconscious bias? We hadden het erover van, kunnen we dat nu best uitleggen? We kunnen daar al een hele workshop rondom doen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ik de dingen zie vanuit mijn bril. Ik heb nu letterlijk een bril op, ik zie het ook vanuit mijn bril. En iemand anders ziet het helemaal anders. En we hebben daar nu een foto bij gezet om het ook heel visueel te maken. Ja, als ik aan jullie vraag, ik kan misschien in de chat zetten, ja, wat zien jullie daarin? Iedereen gaat wel iets kunnen zien, maar de ene gaat iets anders zien en iemand anders kan het totaal anders daarin inlezen. Ik wil eigenlijk niet verklappen, maar misschien kunt u misschien in de chat gooien en dan kunnen ze niet eens kijken naar, wat zien jullie daarin? Maar daar komt het eigenlijk op neer. We zien dingen vanuit een ander perspectief. Hoe kunnen wij toch diversiteit gaan koesteren? Daarvoor zorgen dat 1 plus 1 11 wordt. En die dingen vanuit verschillende perspectieven positief gaan vastpakken. En daar elkaar in gaan begrijpen. Een tweede uitdaging, wat ook heel vaak komt, is bedrijfscultuur. Is een hele belangrijke om die gedragenheid naar diverse inclusie ook al concreet te maken. Ik geef een voorbeeld, als het gaat om, we willen diverse instroom hebben, we willen echt mensen gaan recruteren die anders zijn dan de profielen die we in huis hebben. Prima, daar kunnen we echt aan werken. Hè. Dat zijn andere opdrachten die we ook doen. We gaan kijken naar de profielen, we kijken naar de kanalen, we gaan de selectieprocessen aanpakken, we gaan een stukje werken aan de unconscious bias en hup, het is gelukt, we hebben andere mensen op de werkvloer. Alleen, als uw werkvloer niet klaar staat, als de manier waarop de dingen gedaan worden niet klaar staan om nieuwe mensen te ontvangen, om dingen anders te gaan doen, en dan wordt het wel heel lastig. Hè? En wat merk je daar, is dat er vaker een snellere uitstroom is dan een instroom. Daar kunnen we natuurlijk ook nog andere voorbeelden aan koppelen. Maar dat is het eerste waar ik aan dacht. En wat heel belangrijk is, een uitdaging waar ik denk dat we allemaal mee te kampen hebben gehad, is het stukje de new normal, of een stukje COVID, het is maar goed dat je het wilt zien. Maar ja, dat we beseffen dat we de dingen niet meer kunnen doen zoals we tot nu toe gedaan hebben. En dat we, naarmate we verder willen groeien, naarmate we meer naar de toekomst gaan, het belangrijk wordt om dingen op een andere manier aan te pakken, om open-minded te zijn, om meer te gaan samenwerken, om nieuwe dingen uit te gaan proberen, die soms lukken en die soms falen. En dat is even goed.
En als je daar een, terug naar een cultuur, een leercultuur rondom kan creëren, waar we echt uit dingen kunnen leren, waar we er kunnen zijn voor elkaar, ja, dat zijn dan wel echt de grote bouwstenen. En dat vinden wij dan ook wel een hele belangrijke om, ja, om organisaties in te begeleiden. Ja. Nu, die laatste die zien wij binnen BDO specifiek nu terugkomen, hè, dat we heel wat acquisities. Elke keer als daar een nieuw bedrijf bij komt, zijn wij niet meer BDO, maar zijn wij BDO Plus. Maar dat maakt dat wij daarin ook elke keer veranderen en nieuwe dingen creëren. Maar dat is één ook van ons focuspunt, de subculturen, ja, door die verschillende acquisitie af te ronden. En dat is dan like creating something new together. Exact. En dan raakt terug je cultuur ook aan. Hè? Dat is een subculture, cultuur, je zet dan weer iets nieuws. Ook een stukje unconscious bias, omdat ja, wij denken en doen dingen op onze manier, maar dan komt er weer iemand nieuw bij, dus doet het op een andere manier. En zo kunnen we verder gaan. En daar zijn oplossingen voor. Hè? Dus laat u zeker niet ontmoedigen. Dus ieder bedrijf is anders en elke case is anders, maar je kan er wel doorheen komen. Goed. We hebben dan nog eens een nieuwe vraag. Om eens te gaan kijken naar, oké, wat zijn voor jullie nu de uitdagingen? Wat zien jullie als een grote uitdaging als het gaat om diversiteit en inclusie? Of inclusieve diversiteit, zoals wij het noemen. Dat is de QR-code. Ja, ik ga wel water pakken. Ja, die is even... Voorlopig, het eerste resultaat is buy-in. Een challenge die jullie ondervinden? Where to start? Ja. Dat is een heel herkenbare. Ja, mijn mindset. Ja. Ja, die buy-in is inderdaad ook een hele belangrijke. En het moet echt mensen. Ah, voilà, hier. Komt dan. Ja, make everyone feel heard. Ja, same opportunities. Ja, oké. Ja, unconscious bias. IT is zo weinig divers. Ja. Mijn brein gaat nu zo 120 keer denken, ah ja, dat kunnen we doen, en dan kunnen we doen. We hebben iets voorbereid. Oké, laten we daar even naar switchen. Ja, het is dat. Goed, we gaan even terug naar onze presentatie, want inderdaad, wat dat jullie nu aangeven, zijn dingen die, ja, die ook wel herkenbaar waren. Hè? Die zegt, dus zeg maar, ja, dat snap ik, dat zie ik. En natuurlijk, iedereen heeft een eigen context. Wat hier wel van belang is, is, ja, wat is dan de case van BDO? Hè? Dus daar willen we dan even verder op inzoomen. Even zien.
Ik ga even terug naar de presentatie. Voilà. Voilà. Oké. Okay. Where to start? Ja. het is heel mooi, maar dat is eigenlijk de roadmap, hè? Hoe het aangepakt werd. Een beetje een stukje van jullie, ja, waar begin je? Ja. Dus bij BDO zijn wij effectief gestart met de vraag van oké, inclusieve diversiteit, wat is onze lens, hoe definiëren wij dat? En waarom willen we dat doen? Een beetje die business case mee opbouwen, om dan ook wel te zorgen dat dat mee geïntegreerd zit in onze strategie. Onze strategie binnen BDO, om een voorbeeld te geven, is Let's Grow Together. Inclusive diversity is een van de keys om daartoe te geraken. Dus we zijn dan ook wel echt gaan zoeken om hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat inclusieve diversiteit geen topic is dat naast alles staat, maar hoe kunnen we dat effectief integreren? Dus dat definen, die knowledge te beelden. We hebben ook heel wat interviews gehad met ons management om daarover te praten. Dat is voor ons de allereerste stap geweest. En van daaruit zijn wij gaan meten. En zijn wij gaan kijken van oké, en hoe doen we het dan? We hebben daar ook support gekregen van de KU Leuven. En ik kan dat ook alleen maar aanmoedigen om te doen, om een objectieve studie te laten uitvoeren van oké, waar staan jullie als bedrijf? En van daaruit zijn wij ook focusgebieden gaan definiëren. Omdat, ja, je kan op alles werken, hè, en diversiteit is zo breed zoals we gezien hebben. Dus wij zijn daar echt gestart met oké, voor ons is de focus nu minder leaders. We hebben subculturen en we hebben women in leadership voor BDO. En we zijn ook gaan kijken, oké, inclusieve diversiteit, hoe willen we dat dan aanpakken naar principes en strategieën? Want het is step by step en we gaan dit jaar werken aan onze foundation. En dan uiteindelijk zouden we binnen 3 jaar veel verder willen staan. Maar het is wel step by step en het moet ook gestoeld zijn op die company culture. En hoe dat je het dan aanpakt moet in lijn liggen daarmee. En van daaruit zijn we dan ook een one-year plan gaan uitwerken. Dat waar we er juist op terugkomen, dat waar we zo op terugkomen, de concrete acties. En een barometer. Om te zorgen dat we toch bepaalde dingen blijven opvolgen, blijven meten. En ja, je ziet die lijn daar ook terugkomen. Het is een continu proces, dus we gaan die cirkel wel een paar keer moeten doorlopen. Ja, en het is ook een strategie. Hè? Het is, wat wij ook heel belangrijk vinden, is waar wij elkaar uit hebben gevonden, van diversiteit en inclusie is een groeistrategie. Daar geloven wij heel hard in als UPOP en daar geloven zij als BTO ook heel hard in. En het is maar ook dat je het dan gaat vertalen, inderdaad zoals Tessie zei, het is iets, enerzijds die mindset, die principes, ga je overal mee pakken. Je kunt niet zeggen van, ja, we gaan onze taken uitvoeren als audit, maar we gaan dan niet inclusief zijn. Nee, dat is net uw waarde, dat is een toegevoegde waarde dat je nog eens kan meegeven aan een klant, dat is een extraatje. Dus dat is een hele belangrijke. En wat je daaronder ziet, een stukje change management, organizational development en talent development, dat zijn dingen die, ja, zoals Tessie zei, dat gaat zich herhalen. En daar ga je in C echt mee bezig zijn. Dat is ook wat wij doen met bedrijven die dan een stuk in de co-creatie, of waar wij in co-creatie mee instappen. Ja, er is een veranderingsproces nodig. Van oké, hoe zien wij dat? Hoe gaan we ons bedrijfscultuur daarop afstemmen? Als organisatie ga je groeien en ga je die groeistrategie daar ook in implementeren. En als mensen op de werkvloer ga je ook nieuwe dingen gaan leren. Competenties die gaan veranderen. Diversiteitscompetenties bijvoorbeeld. Maar ook talentontwikkeling als een... Ja, echt wel durven zeggen wat je denkt. Of extra elementen meenemen als die cross-selling. Van oké, dat kan toch, maar hoe gaan we dat dan doen? Dus wat is daar dan weer een concrete focus in? En ik denk dat dit een hele goede roadmap is, dat werkt voor BDO en waar ook grote lijnen in zitten die voor jullie ook zouden kunnen werken. Waar het stukje define heel belangrijk wordt, dat is dat stukje buy-in. Wat betekent dat voor ons? Hoe zien wij dat? Staan we daar allemaal achter? Oké, we gaan eraan beginnen. Maar vooraleer we gaan beginnen, willen we weten waar we nu staan. Waar moeten wij aan beginnen? Wat doen we concreet? Wat zijn de resultaten uit die audit? Wat zijn dan de principes en strategieën die we gaan hanteren? En heel concreet, wat is ons eerste jaar plan? Want dit is geen statisch plan. Je gaat het niet opschrijven en dan boek je dicht en dan in de lade steken en daar moet je naar kijken. Het is een werking en een wording. Dus telkens als je acties gaat doen, gaat er iets uitkomen en dan gaat er weer iets voortvloeien. En dat is heel belangrijk om dat telkens op te pikken. En dat is een interessante waar die barometer in kan helpen. En dat is iets dat we dan ook regelmatig samen doen. Ja, duidelijk. Dus ja, het plan waar ik Adija juist ook net refereerde,
Dat is bij ons ook echt opgesteld vanuit die multidimensionele approach. Hè. Dus we zeggen van, kijk, we willen eigenlijk awareness creëren. We willen dat combineren met concrete acties. Het niet fluffy, maar effectief concrete acties inzetten om ook actief naar die inclusie te streven. En communicatie zien wij ook echt als een hoeksteen. Ja. Dus die awareness die willen we op verschillende niveaus krijgen. We hebben een leadership conversation in onze venoten bijvoorbeeld, waar ook keynote speakers komen. Zoals Peter de Keizer en Nicoline Spruit. Maar we willen het ook op teamniveau trekken, door er een teamtopic van te maken. We willen awareness trainingen op een toffe manier ook brengen. Rond die unconscious bias bijvoorbeeld. Het meenemen in het onboardingproces. En ook wel wat one-to-one gesprekken hebben met ambassadeurs voor inclusieve diversiteit. Ja. De concrete acties die zijn dan eigenlijk heel sterk gelinkt aan de focuspunten die wij gedefinieerd hebben. Hè. Dus enerzijds onze leavers. In het algemeen zien wij dat bepaalde profielen sneller vertrekken bij BDO. En dat zit dan vaak rond die 28, 30 jaar. Mij als reden van oké, consultingwerk kan ik dan ook wel combineren in FemDive. Zowel vrouwen als mannen. Dus wat we daar gaan doen is een parent journey opstarten. Om te gaan kijken van oké, welke stappen worden er juist doorlopen en hoe kunnen wij als BDO de drempels daar wegwerken? Om het inderdaad haalbaar te maken om BDO te combineren, het werk te combineren met family life, het live gebeuren. Exact. We gaan ook verder met de universiteit om te kijken hoe zitten die subculturen nu juist bij ons, om ook daar weer een objectieve meting te krijgen. We zijn bezig met brainstorm sessies, hoe dat we across BDO beter kunnen werken. Dus verschillende mensen samenzetten en echt spreken in de vorm van een focusgroep. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? En we gaan nu ook een traject opzetten en dat gaat dan eerder naar Women in Leadership rond reverse mentoring. Om te kijken hoe kunnen we nu onze jonge vrouwelijke potentiële, ons potentieel leadership uiteindelijk verder ondersteunen. En dan ja, communicatie. Dus we gaan kijken naar een communicatieplan ook samen met UPOP van oké, wanneer gaan we wat communiceren en laat ons niet enkel bijvoorbeeld rekening houden met de gebruikelijke feestdagen, maar laat ons ook kijken naar het suikerfeest. Ook bepaalde principes als we onze communicatie naar buiten toe doen, laat ons dan zorgen dat het beeld dat we naar buiten brengen ook effectief reflecteert wie dat wij als BDO zijn. Dus niet enkel mannen, grijze mannen in een pak, maar breder dan dat. En laat ons ook gebruik maken van die partnerships die dat we hebben, want we moeten het niet alleen doen. Hè. Ja. Wij hebben een globaal netwerk en natuurlijk hiphop. Ja, ik denk dat dat een belangrijk is. Wat ook wel Tessie heel goed doet, als het gaat om communicatie, wil ik wel nog even aanvullen, is het gesprek rondom diversiteit en inclusie levendig houden intern. Ja, dat zijn dingen die we sparren, we zijn sparringspartner, dus dat zijn dingen waar we ook wel heel vaak over sparren, is inderdaad, als je het hebt over je ambassadors, als je het hebt over buy-in, als je het hebt over dingen willen opstarten, mensen mee willen nemen in concrete acties, ja, dat gespreksonderwerp moet blijven leven. En daar heb je ook communicatie intern voor nodig. Dat heeft niet te maken met zozeer een suikerfeest of International Women's Day, maar dat heeft te maken met hey, hoe gaat het? En weet ik, ben bezig met dat en dat. En hoe zie jij dat? Of we hebben de nieuwe parent journey. Hoe zien jullie dat? Hè? Waar staan jullie voor? En hoe kunnen we dat dan aanpakken? Dat stukje van awareness is ook heel veel communiceren daarover. Zodat het echt opgepakt wordt. Hè? Dat er een awareness gecreëerd wordt, een bewustwording. En dat is ook een stuk de communicatie dat ook gevoerd wordt, maar dan meer intern. Dat vond ik ook wel belangrijk om aan te vullen, wat dat Tessie doet. Dankjewel. Ja, en dan misschien, UPOP ondersteunt ons hierin, maar jullie kunnen ook op andere vlakken ondersteunen. Ja, heel kort van wat is hetgeen dat wij doen als het gaat om diversiteit en inclusie. Ja, voor ons gaat het echt om bedrijven klaar te stomen voor de toekomst, om ervoor te zorgen dat ze een werkplek hebben dat inclusief is, waar dat iedereen zich goed voelt, waar dat iedereen zichzelf kan zijn en mag zijn en in alle glorie dat erbij komt. Maar om er te geraken, doen we daar natuurlijk verschillende stappen of ondernemen wij verschillende stappen. Ik had ook aangegeven, want voor ons is dat ook wel echt een groeistrategie. Hè. We zitten op het organizational development, van hoe kunnen we als organisatie gaan ontwikkelen en gaan groeien.
rekening houdende met de drivers die op ons afkomen, de uitdagingen die we daarmee hebben. Het zijn 4 stappen. Vaak, en dat is ook het stukje waar ik bij jullie dan heb gehoord, van ja, wat is dat? Waar moeten wij beginnen? Hoe zien we dat? Is er een stukje buy-in of niet? Ja, ik moet een paar mensen mee hebben, dat stuk. Dus daar informeren wij heel duidelijk. Oké, dit is wat diversiteit en inclusie kan zijn, dit is hoe je ermee kan starten. Mensen gaan zeggen van, oh ja, vinden we wel interessant, oké, we begrijpen het. Hoe zou dat dan voor ons betekenen, zo'n diversiteit en inclusie model? Wat houdt dat dan in voor ons intern? Dat is het tweede stuk waar we gaan inspireren, waar we echt samen op gaan kunnen inzoomen. Waar dat diversiteit en inclusie voor jullie gaat betekenen en hoe dat jullie dat dan gaan zien, dat is het stukje activeren. En als daar dan echt mensen zeggen van oké, we zijn er helemaal, we zien hoe we de drempels kunnen aanpakken, de uitdagingen, dan kunnen we mee helpen co-creëren. Dat is ook heel vrij, waar je zelf kan zeggen, oké, we willen alleen op strategisch niveau of willen echt ja, mee boots on the ground. En om dat iets duidelijker in te vullen, wat concreter in te vullen, heb ik enkele voorbeelden meegebracht waar je zegt van ja, informeren, wat is dat? Wij geven heel vaak keynotes bijvoorbeeld. Ik heb onlangs ook gesproken over unconscious bias. Maar wat ook een heel interessant is, zijn de trends die daar allemaal aan te komen zijn. Als we het hebben over diversiteit en inclusie, als we het hebben over sustainability, hoe gaan die twee dingen bij elkaar? Hoe zien wij dat? Wat kunnen wij doen als bedrijf om daar toch mee in te zijn? We hebben een ja, diversiteit en inclusie of inclusieve diversiteit. Wat is mythe en wat is realiteit? Hè? Dat zijn stukken waar we echt in informeren. Als het gaat om inspireren, dan ja, faciliteren we het gesprek vooral. Maar dat gaat om jullie intern. Wat betekent dat? Hoe zien jullie dat? Het management allemaal bij elkaar. Management en teamleader bij elkaar. Wij zijn daar een neutrale partner in. Dus wij mogen dat dan ook wel bepaalde pittige vragen stellen die misschien niet altijd gesteld kunnen worden. Of we maken een business case voor jullie. Ja, we hebben de business case gezien voor BDO. Ja, wat betekent dat voor ons? Wat kan er uitkomen? Bij activatie zit dan een stukje in de audit of een strategische plan. Workshops kunnen daar ook bij komen. En in de co-creatie, wat we heel concreet doen met BDO, is het stukje sparringspartner. Waar we echt al wekelijks samen zitten om dan te gaan kijken naar oké, ons plan, hoe kunnen we dat dan telkens in beweging laten komen? Kunnen we dat dan uitvoeren? Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. Dat is in het kort wie wij zijn, wat wij doen. Daarin wordt dat. Voilà. En dan hebben we nog een dik kwartier voor vragen en tips en tricks, wat helemaal oké is. Misschien doen we de tips en tricks en dan de vragen? Ja. Ja, die eerste is voor mij echt heel interessant geweest om achter te komen. Hè. Dat inclusive diversity, dat is eigenlijk iets voor iedereen. Hè. We willen iedereen een stem geven. Dat gaat niet over activisme en minority groups en gelijk. Allee, ja. Het gaat erom over dat iedereen zich goed moet voelen en iedereen zijn talent kan ontwikkelen. En niet meer en niet minder als dat. Ja. Ja, jullie hebben het zelf al gezegd, hè? Die buy-in is heel lastig. En waar wij dan zeggen, ja, die management buy-in is zelfs cruciaal. Als je iemand hebt binnen jouw management die gewoon gekant is tegen dit verhaal, dan wordt het gewoon heel lastig om het daardoor te halen. En dat is gewoon belangrijk om te weten. En waar het dan net ook belangrijk is om te kijken naar, oké, hoe kunnen we dat dan aanpakken? Hè? En dan begint het heel goed te zijn om te weten van oké, wie is het individu? Heeft hij zelf een leidinggevende? Wat past binnen het verhaal? Om ervoor te zorgen dat die buy-in uiteindelijk gebeurt. Als we die stap missen bij wijze van en toch gaan overgaan naar implementatie, dan kunnen er nog wel een paar dingen misgaan. Omdat je telkens weerstand gaat krijgen, los van de weerstand dat daar bij verandering te koer komt, heb je hier al een heel duidelijke weerstand. En dat is geen magische formule voor. En dus elke case is apart om te bekijken en hoe je dat gaat kunnen aanpakken. Maar als we toch echt een tip mogen meegeven, is zorg dat je management mee is in het verhaal. Andere mensen in het verhaal kunnen op andere manieren ook meegenomen worden. En die buy-in kan gecreëerd worden. Ja. Ja, en we zien uiteindelijk inclusieve diversiteit als een key to growth. Ja, dus een deel van de groeistrategie, dus die business case duidelijk maken, was ook voor ons heel interessant om te zien, oké, maar dat heeft eigenlijk invloed op zoveel factoren. En het is logisch als je erover doordenkt, maar niet zo logisch als je eraan begint. En integreer het zeker, hè. In je visie, missie en strategie van de company, laat het niet stand-alone zijn. Nee. Ja, ook daar, losing the fluffiness.
multidimensionele aanpak voor die acties. Ja, ik zeg het altijd, als het gaat om diversiteit en inclusie, enerzijds die business case kan helpen. En natuurlijk is dat goed voor iedereen. En natuurlijk zijn er ook emotionele elementen bij. Maar hoe duidelijker dat het kan omgezet worden in acties, hoe duidelijker dat kan omgezet worden in strategieën en hoe dat het bedrijf kan meehelpen, des te meer impact dat je daarmee gaat kunnen bereiken. Dat is uiteindelijk dat is toch wat waar wij in geloven. Wij zijn economisten, ik ben zelf handelsingenieur van opleiding. Ik vind dat een hele belangrijke om dat ook in een business case te steken. Om ook te kunnen zeggen, ja, het gaat een invloed hebben op hoe jullie de zaken hier gaan doen. Op jullie misschien inkomen of verkoop of HR of wat dan ook. Alles is bij elkaar. Dus die multidimensionele approach gaat heel belangrijk zijn om die overview daarin te hebben. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke hierin is om mee te pakken. Ja, en dan denk ik, ja, die open communicatie, dare to ask, dare to confront each other. Ja. De bedoeling is ook dat we allemaal weerbaar zijn en dat onze mensen uiteindelijk ook gewoon durven zeggen en gewoon zeggen wat ze nodig hebben. En dat ons leadership daar attent genoeg voor is. Ja. Maar die open communicatie daarin is cruciaal. Ja, en dat stukje bespreekbaarheid dat Tessie zegt ook, hè. Het is een heel gevoelige topic, daar kunnen verschillende dingen bij komen. We moeten altijd weten dat als we dingen zeggen, dat dat niet vanuit een slechte plek komt en dat we elkaar willen begrijpen en dat we willen zien hoe we daaruit kunnen komen. Dus volg dat volledig. Oké. Okay.